We hebben geen groeps, dus, okay. Tenminste, ik zit er niet in, dus ze kunnen het wel hebben, maar ik zit er niet in. Oh, dat kan wel kloppen. Die is niet uitgenodigd, die hebben we wel hoor. Philip Courta, onze keeper. Show. Ik hoor Philip Courta wel eens, als hij krachttraining aan het doen is, dat die muziek weer niet hoort. Ik weet niet of dat muziek is, man, wat hij luistert. Ik weet echt niet of dat muziek is. Die heavy metal, volgens mij keihard schreeuwen. En nee, dat is niet mijn muzieksoort. Hij kan liever uit mijn buurt blijven met zijn muziek, man. Mike Haverkotte. Als hij een spiegel ziet of een raam, dan kijkt hij er 10 keer in. Als er maar een spiegel te zien is, dan blijft hij ervoor staan. En dan blijft hij naar zichzelf te kijken en een beetje zijn lichaam aanspannen. Als hij in de krachthoek is geweest, komt hij zonder shirt, gaat hij voor de spiegel staan. Als hij nou echt een goed lichaam had, dan begreep ik het wel. Maar dan moet hij toch nog wat vaker voor trainen. Ja, ik bluf ze wel meestal af, maar ik ben ook niet zo goed. Dus ik kan mezelf niet opnoemen, maar ja, ik ben ook niet de slechtste, dat weet ik zeker. Cedric Bajek, die denkt altijd dat hij heel goed is, maar altijd als hij bezig is, dan hoor ik wel dat hij altijd verloren heeft. Vaak is dat nog met 3 doepen te verschillen. Cedric Bajek, dan moet ik helemaal kiezen, want ik ben sowieso wel beter dan hem. Milan Masop, uiteraard. Ja, Milan die denkt dat elke training een wedstrijd is. Ja, af en toe denk je van, sodomiet er eens op. Als ze tegen hem zeggen, je moet 50-50 trainen, ja, dan halen ze hem liever eruit voordat hij weer 200% gaat geven. Je hebt iemand die denkt dat het elke dag zomer is, die keeper van ons, die Courta. Die zoekt kleding uit met licht uit, want dat ziet er echt niet uit. Want vorige week als het 10 graden is met korte broek en een shirtje aan en pet op en hoge schoenen, die kijkt nergens naar. Ik weet niet waar hij mee bezig is, maar die kleedt zich wel heel apart. Khalid Karami. Khalid Karami. Dan kan hij misschien thuis tegen zijn vriendin wat meer praten dan op de voetbal. Want als hij binnenkomt, dan blijft hij praten. En als hij weg gaat, is hij nog aan het praten. Misschien fijn zijn als hij dan thuis wat meer te tetteren heeft. Dat hij op de club wat rustiger is. Ja, weet je wat het is? Ik denk dat mensen niet met mij in het lift willen zitten. Maar... Ik zal niet met Khalid Karami dan. Want die, ja, die kan af en toe lekker tetteren. Ik denk dat ik te vervelend ben voor ze. En, als je dan in een lift vast zit, nee, dat moeten we niet hebben. Van Duin heeft pas eentje aangemaakt en die wil over iedereen heen stijgen, maar dat lukt niet 1, 2, 3, dus we helpen hem een beetje. Sinds een paar weken heb ik nu Instagram aangemaakt, dus, maar als ik daar dan eentje moet kiezen, dan zou ik voor Jordi de Wijs gaan. Die heeft het redelijk op orde. Voordat de wedstrijd afgelopen is, heeft hij volgens mij al een foto online staan en die is er vaak sneller bij dan de wedstrijd afgelopen is. Toch weer Van Duin, man. Die is helemaal bezig met zijn eigen ding. En dan gaat het licht uit en dan zit je naar zijn scherm te kijken. En dan, ja, dan duurt het wat lang. En ja, ik word er gewoon heel dromerig van. Gewek schrok, ik kwam hier opeens tactisch naar me toe. Dacht ik bij mezelf, wat? Kom jij nu over het tactische gedeelte met me praten? Ik zei, dat was ik niet gewend van jou, man. Ja, hij begrijpt er zelf ook niks van, joh. Dus die moet je me af en toe een beetje laten gaan. Mike Haverkotte zit op waterpolo en daar pest hem wel eens mee. Dat vind ik altijd wel mooi. Maar dat begrijpt toch niemand, hè? Dat, nee, die ligt liever in het zwembad dan dat hij hier onder de lat staat. Dus als hij voor de spiegel staat, dan hebben we altijd over dat hij beter zijn badcap op kan doen. Dat hij misschien wat beter uitziet. Dat begrijpen we allemaal niet, maar goed. Ieder zijn ding.